Dus zoals Ronald net al zei, we geven samen de jaartraining Magie van Seksualiteit voor stellen, voor mannen en vrouwen. En we zijn vorig jaar of 2 jaar geleden daarmee begonnen, bijna 3 jaar geleden. En het was in principe eigenlijk voor mannen, vrouwen, stellen, singles, iedereen. En het kwam er eigenlijk op neer dat zich alleen maar stellen aanmelden afgelopen seizoen. Dus dat we nu eigenlijk een groep hebben die eigenlijk bestaat uit mannen en vrouwen die al stel zijn. En dat was eigenlijk wel mooi, omdat we doordat die mensen stel zijn, kan je ook eigenlijk hele andere oefeningen doen en andere dingen doen. Dus we zijn begonnen met deze groep. En terwijl we eigenlijk aan het werk zijn, krijgen we ook steeds maar nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld, er is een van de dingen die we doen, is als je als stel bij ons komt, dan gaan we ervan uit eigenlijk dat je als stel je relatie wil verdiepen, je seksualiteit wil verdiepen. Dat je eigenlijk meer contact, meer intimiteit wil in je relatie, meer openheid. En een veel groter scala van mogelijkheden rond seksualiteit. Dus wat we doen is, we doen in de groep allerlei oefeningen met elkaar, met de hele groep. We delen, we dansen, we zingen, we doen allerlei verschillende oefeningen. We spreken met elkaar. En de meer intiemere oefeningen doen eigenlijk meestal doen we stellen met elkaar. Dus die doe je dan met je eigen partner. En daarnaast hebben we gemerkt dat het dus ontzettend goed werkt, omdat wij eigenlijk, zoals maar weinig trainingen in elkaar zitten, hebben wij zo dat we iedere maand een bijeenkomst hebben. Dus we beginnen met een weekend en een maand later is het een zondag en een maand later weer een zondag en dan weer een zondag. Daarna weer een weekend, dan weer 3 keer om een maand een zondag en dan eindigen we weer met een weekend. En het blijkt dat dat ontzettend goed werkt, vooral voor stellen, om op die manier huiswerkopdrachten mee te nemen. Oftewel huiswerkmeditaties, zoals Ronald altijd zegt. Dus je kunt eigenlijk dooroefenen, waardoor je eigenlijk 9 maanden de tijd hebt om een hele nieuwe richting met elkaar in te gaan. En wat ook ondersteunend werkt, is dat Ronald al vrij in het begin met het idee kwam om de stellen een contract te laten maken. Dus iedere koppel maakt een commitment, een contract. En daarin zet je eigenlijk samen wat je wil bereiken en wat je wil doen met elkaar. En dat kan variëren van iedere maandagavond nemen we 2 uur de tijd om iets te oefenen. Om meditaties met elkaar te doen, massages te doen. Tot als we 's morgens opstaan geven we elkaar een kus. Tot 1 keer in de week douchen we samen. Weet je, al naar gelang wat voor jou interessant is. En wat we merken is dat als je zeg maar een intentie van een week hebt, dan kan je helemaal erin opgaan, heel veel leren, heel veel nieuwe dingen doen. Maar als je dan weer in het leven van alle dag gaat, dan kan het allemaal heel makkelijk weer verdwijnen. En eigenlijk dan heel snel kan het weer op de achtergrond raken. En door deze training krijg je een soort continuïteit. En er wordt ook gevraagd, hey, hoe is het met je huiswerk, meditatie? En als het niet werkt, of als je merkt dat je eigenlijk ervan wegloopt, of een van de partner of een van de partners ervan wegloopt, ja, dan besteden we daar aandacht aan. Dus je wordt eigenlijk best wel uitgedaagd om dit als het ware met elkaar volledig te doen. En wat we eigenlijk nu zien, tot nu toe, is dat, ja, dat de mensen die in onze groep zitten, daar gebeuren gewoon nieuwe dingen. Die gaan weer sprankelen, die gaan openen, die worden blij met elkaar. Die ontdekken nieuwe dingen. Dus nu zit dus alles vol en in september beginnen de nieuwe trainingen. En ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, wie weet heb je de moed en wil je verdieping en meer plezier, meer liefde, meer contact ervaren, kom meedoen.